Catering Smaakmakers Mail. Iets te vieren? Wij maken van elke gelegenheid een geslaagde culinaire dag. Kijk voor meer informatie op www.smaakmakersmail.nl. Het laatste weekend van juni staat het landschapspark in Mil in het teken van een Mil at the Park. Is dit een evenement alleen voor volwassenen? Zeer zeker niet. Wij zijn eigenlijk juist op zoek voor een evenement voor het hele gezin. Nou, dat zie je in het programma wel. We op zaterdag hebben echt voor de oudere jeugd en de jongvolwassenen, maar ook de oudere volwassenen die nog een keer een leuk feestje mee willen maken. Een heel mooi programma. En vooral op de zondag, ja, dan is het echt schitterend. Vanaf 4 uur 's middags, gezinnen met kinderen, die worden hier ondergebracht. Een heel evenement waar we om hun heen gaan maken. Dus voor iedereen. Hoe ziet het programma voor de kinderen er op zondag uit? Nou, achter mij daar gaan we een kinderplein van maken. Met een aantal activiteiten die we georganiseerd hebben. Waaronder bijvoorbeeld vliegers knutselen. Kinderen mogen zelf een vlieger maken. En we dachten dat het natuurlijk wel een hele prachtige plek was om ze dan ook maar meteen te gebruiken. Het park leent zich er prachtig voor om daar ook meteen gebruik van te maken. Dat is één van de activiteiten. We hebben een aantal activiteiten voor zowel jonge kinderen als wat oudere kinderen. Wat voor eigenlijk allemaal leuk is om te doen. Dus want vanaf hoe laat start het muzikale programma? Vanaf 4 uur. Het kinderprogramma gaat daar evenredig mee op? Ja, start ook om 4 uur. Dus vanaf 4 uur is iedereen van harte welkom. Wordt er voor de kinderen dan ook entree gevraagd? Nee, tot en met 12 jaar is het gratis toegang voor de kinderen. Het programma voor de volwassenen, hoe ziet de zaterdagavond eruit? Nou, de zaterdagavond ziet er eigenlijk uit dat we vanaf de middag hopelijk met mooi weer met een aantal lokale local heroes, zeggen wij, gaan beginnen. Dat zijn de jongens die eigenlijk gewoon toch wel al in de wereld bekend zijn. Niet voor het hele grote publiek, maar die geven wij wel de kans om hier ook op een heel mooi groot podium te geven. We hebben DJ Eject uit Zeeland. Nou, de kenners kennen hem wel. De jongen draait al meer dan 10 jaar mee in de scene. Uit Mil hebben we Rick Fio. Nou, dan zijn we al lekker bezig. En dan beginnen de jongens van de 538. Die gaan de boel helemaal opzwepen. Allemaal onder MC Mikey Mike. En dan eindigen we met Jochem Miller en dat is natuurlijk de klapstuk van de avond. Dus het komt helemaal goed. En de zondag, hoe ziet het programma er dan uit? De zondagmiddag dan starten we met de Bob Marley Tribute Band. De U2 UK Tribute Band. Dat is een band die eigenlijk al 10 jaar lang een vol ahoy trekt. En heeft ook een aantal jaren gestaan op de Tribute Party in Groesbeek. Waar het eigenlijk allemaal begonnen is 9 jaar geleden. Dat is eigenlijk gewoon een groot fenomeen. Dus vandaar gaat er leuk uitzien.